zijn we weer met een verhaaltjesom, een moeilijke som en de splitshuisjes. Deze opdracht staat in schoolwerk, dus als je de uitleg van de vraag hebt gehad, ga je naar schoolwerk om de som te maken. De vraag is, in een klas staan 10 tafels. Er zitten al 6 kinderen op hun plek. Hoeveel kinderen moeten er nu nog komen? Je ziet de 6 kinderen dus al staan die al op hun plek zitten. Maar er zijn dus 10 tafels in totaal. Hoeveel kinderen moeten er nog komen? Ga naar schoolwerk, maak deze som en kom daarna terug voor de uitleg. Oké, wat weten we al? We weten dat er in een klas 10 tafels staan. En we zien dat er al 6 kinderen zitten, dus dat zijn 6 tafels. Hoeveel tafels moeten er dan nog bij? Het is handig om dit te tekenen. Je ziet al 6 tafels, dus ik ga de tafels die er nog bij horen tekenen. Nu heb ik er 7. Nu heb ik er 8. 9. En 10. We zullen eens even kijken of het klopt. We hebben nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tafels. Nou, dat stond er. Er stonden 10 tafels in de klas. Er zaten al 6 kinderen. Dan gaan wij even tellen hoeveel kinderen er nog kunnen gaan zitten achter de tafels die wij net getekend hebben. 1, 2, 3, 4. Er moeten dus nog 4 kinderen komen. Gaan we door naar de volgende som. 3, erbij 2, erbij 3. Deze som mag je uitrekenen in schoolwerk en daarna kom je hier weer terug voor de uitleg. Oké, we hebben de som 3, erbij 2, erbij 3. We rekenen eerst uit hoeveel 3 erbij 2 is. 3 erbij 2, dat is 5. Om hem te onthouden zou je hem eventueel al even erboven kunnen schrijven. Dan hebben we nog 5 erbij 3. 5 erbij 3, dat is 8. En dan gaan we naar de splitshuisjes. Deze keer het splitshuisje van 9, 5 en 8. Je kunt proberen om ze binnen 1 minuut te maken. Maar aangezien het huisje van 9 en het huisje van 8 best wel groot is, denk ik dat dat lastig wordt. Maar misschien lukt het jou wel. En als het niet lukt, dan neem je wat meer tijd. Succes en tot de volgende keer.